In deze video zeil ik heen en weer tussen Den Oever en Den Helder, waar ik het Reddingmuseum zal bezoeken. Ook onderweg besteed ik uitgebreid aandacht aan het reddingswezen op basis van eerder gemaakte beelden. Nou, klaar voor een tochtje naar het Reddingmuseum. Met vlaggetje van de KNRM. En daar gaan we weer. Het reddingsstation van de KNRM in Den Oever, dat moet er natuurlijk op. En dit is gelijk aanleiding om wat interessants te vertellen en te laten zien over de behuizing van andere reddingsstations. Dit was bijvoorbeeld ooit het boothuis op de Schelling. Nu zitten er de duikers die laten zien wat ze zoal opduiken. Het boothuisje van Hinderlopen is karakteristiek voor de haven van Hinderlopen. Vroeger gingen de boten hier vanaf een helling te water, maar nu niet meer dus. Op Vlieland staat bij het posthuis dit boothuisje dat nu niet meer in gebruik is. Het kantoortje van de KNRM in Hoek van Holland hoort echt bij de berghaven. Nadat bij de rampzalige stranding van de veerboot Berlin de reddingboot niet bij het schip kon komen, is hier later dit reddingstoestel op de pier gebouwd, dat overigens nooit gebruikt is. Dit was het onderdak van het reddingsstation van Oostmouwhorn, met uitkijkpostje op het dak, waar de beroemde redder Meestokse Pees woonde. In Burgsluis was ooit een reddingsstation waar dit bord en dit monumentje aan herinnert. Die kwamen er dankzij voormalig havenmeester en stuurman van de KNRM, Giel Overbeke. Hij kon er mooi over vertellen als ik hier was. Ten slotte het huidige reddingsstation van Harlingen met de opvallende hijsinstallatie. Dan weer verder. Ik kom langs de spuisluizen waar lang geleden een zeilboot door de stroom doorheen is gesleurd door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik neem aan dat de KNRM hier hulp heeft moeten bieden. Dit, maar dan erger, zal het resultaat kunnen zijn geweest. En we zeilen. Dit is de nieuwe Genua. Nou, we varen tussen de 5 en 6 knopen. Dat gaat dus lekker snel. Je ziet de kust van Wieringen. Omdat het bijna laag water is, komen we langs zeehondjes. Heerlijk rustig zeilen. 3 à 4. Eigenlijk de ideale wind, hè. Hier in het Malsin kwam de Joke Dijkstra uit de Helder mij al eens achterop. Ik ontmoette ze vaker, maar ook had ik een ontmoeting met iemand van de reddingsbrigade aan de kust van Noord-Holland, met demonstratie. Ik ben nu hier en hier ligt het wrak van de Stier. En dat is een voormalig ramschip dat ze hier hebben neergelegd om erop te kunnen oefenen met vliegtuigbommen. En ik ga het je nu zo laten zien waar ze liggen. En ze liggen daar.
Dit was een opzettelijke stranding, maar je kan natuurlijk ook ongewild stranden zoals hier op het Hollands Diep. Een motorboot schoot te hulp en zo hoort het ook, als het kan. Ikzelf strandde hier een keer. Ik vond hulp van de KNRM niet nodig, omdat ik rekende op loskomen door opkomend water. Het ging er dus fout. Ik ben hier tussendoor gevaren en er staat hier bij lat 0,4 meter. En dat is natuurlijk veel te weinig. Ik had om deze ton moeten gaan en dan was het goed gegaan. Dom, dom, dom. En we zijn los. Joepie! Het slijkgat is berucht vanwege grondzeeën in de geul. En daar ging het voor deze zeilboot dus fout. In datzelfde slijkgat trof ik eens een surfplank zonder surfer. Nadat ik dat meldde bij Post Ouddorp, kwam er een reddingsactie op gang die ik via de marifoon kon volgen. Het liep gelukkig goed af. Ook hier liep het goed af, maar dat kwam doordat de KNRM 4 opvarenden van het jacht had gehaald. In Willemsoord ligt dit wrak van de 17e eeuwse koopvaarder Pinas en dat werd in de bodem van de Noordoostpolder bij Nagelen gevonden. Vlak bij Urk dus, waar ze schepen in nood en sjouw noemden en die plunderden, waarbij ze dan wel de bemanning redden. Wie weet is dat hier ook gebeurd. Dan kom ik bij de Helder. Binnenkomen langs twee reddingsboten, dat past natuurlijk heel erg goed in dit filmpje. Dit is een mooie aanleiding om soortgelijke ontmoetingen in andere havens te laten zien. Dit is op Texel. Dit is Vlieland. En dit is Schelling. Hier ligt overigens ook de oudste gemotoriseerde reddingboot ter wereld. En dit is de Brandaris uit 1923. Dit is op Ameland. En dit op Schiermonnikoog. In Harlingen kun je naast de reddingboot die je eerder zag nog deze oude reddingboten treffen. Op de laatste kun je overnachten. Ook het piepkleine haventje van Weidenes heeft een reddingsstation. Niet van de KNRM, maar ze werken wel met vrijwilligers. Op de steiger van het pontje in de Hoek van Holland kwam de reddingboot net binnenvaren. Ik mocht even binnenkijken en hoorde tot mijn verrassing dat hier 120 gered al konden. Dit is de reddingboot van het KNRM station op Neeltje Jans. Dan weer terug naar de reddingboten in de Helder. Ik zei tegen de havenmeester dat ik een bezoekje aan het reddingmuseum wilde brengen en dan weer weg zou gaan. In dat geval had hij een mooi plekje voor mij en dat zie je hier. Van de medewerkster van het museum hoorde ik dat de Javenzee die je net zag nog gebruikt wordt voor asverstrooiingen, maar ook als ijsbreker voor de andere reddingboot bij ijsgang. Dan op weg naar het reddingmuseum waar ik als donateur van de KNRM gratis in mocht. Het ligt hier vol met reddingboten die in de loop der tijd zijn gebruikt.
Deze reddingbootjes werden bijvoorbeeld van 1922 tot zelfs in 1975 gebruikt langs de kust van Zuid-Holland voor reddingen in de branding. Dit is een geroeide reddingboot. Dit is er een met een motor, maar wel met een open stuurrut. De zelfoplichtende Insulinde is gebouwd op basis van een ontwerp van Mees Toxopeus. In deze nagebouwde stuurrut kun je virtueel meevaren en dat levert een bijzondere ervaring via een soort bril op, die ik helaas dus niet kon filmen. Maar filmpjes filmen lukte dus wel. En dat mocht van de dames van de KNRM. Hier zie je de Doris Rijkers in actie. De ook al beroemde redder Doris Rijkers wordt in het museum geëerd met deze buste. Helikopters speelden een belangrijke rol na de Tweede Wereldoorlog. Ik filmde de SAR-helikopter 's avonds op Vlieland en dat riep herinneringen op aan de helikopter die hier ingezet moest worden voor een bemanningslid van de reddingboot die bij een actie gewond was geraakt nadat de reddingboot met hoge snelheid op een strekdam was gelopen. Hier zie je de redding met een wippertoestel. Ik was al eens bij een open dag in Westkapelle waar ze ook zo'n wippertoestel demonstreerden. De slachtoffers kregen hier natuurlijk met opzet een nat pak. Lachen dus voor de collega's. En dit is een reddingboot met paarden. Tijdens een actie in 1979 verdronken op aanbeland 8 paarden. Bij deze windmachine kun je ervaren hoe het voelt bij verschillende windsnelheden.
Dit ervoer ik zelf op het IJsselmeer bij windkracht 7 en vlagen van 8 en 9. De eerder genoemde Meestokse Peus spreekt me hiertoe terwijl ik sta op een bewegend model. Hier eindigt mijn bezoek. Er zijn overigens meer reddingmusea, zoals hier in Hoek van Holland, Ameland, en in Jutters Museum Flora op Texel. En je kunt natuurlijk de reddingbootdag bezoeken. En dan ga ik weer terugzeilen naar Den Oever. En we zeilen de haven van Den Helder uit. Nu even aandacht voor 5 tips van de KNRM. Ik bespreek ze op basis van eigen ervaringen. Tip 1 zegt dat je boot in orde moet zijn. Ik heb 5 jaar geleden een nieuwe motor laten installeren en 1 keer per 2 jaar krijgt de motor een beurt. Desondanks startte de nieuwe motor meerdere keren niet en dat bleek achteraf door slecht monteurswerk. Je hebt dus niet alles in de hand. In tip 4 adviseert de KNRM in zo'n geval kalm te blijven. En dat heb ik gedaan door rustig terug te zeilen, me te melden bij de verkeerscentrale Wemeldingen en hulp te vragen van een berger. Ik wilde de KNRM hier niet mee lastigvallen. Als je hun hulp vraagt, komen ze volgens mij overigens wel altijd. Als de omstandigheden niet goed zijn, wacht dan tot het beter wordt, zegt tip 3. Ik heb hier niet altijd naar geluisterd, zoals hier met windkracht 7 en vlagen van 8 en 9. Ik had haast en koos ten onrechte voor het gunstigste weerbericht en had dus beter kunnen wachten. Alles was nog onder controle, maar er hoeft maar wat mis te gaan en je hebt een probleem. Ook ging ik iets te snel op pad bij deze mist op het Zijpen. Je kunt daar overigens ook een boete voor krijgen op dat vaarwater. In de Vliesloot werd ik op minder dan 100 meter van de haven na het strijken van de zeilen binnen een minuut overvallen door zeemist. En dat kan dus ook nog. Bij gebrek aan raden ging ik min of meer op de tast op de haven af. Gelukkig kwam hij heel snel in zicht, overigens met de reddingsboot van de KNRM die al preventief op weg was. Toen de volgende dag 's ochtends het helemaal opklaarde op Vlieland, ging ik weer op weg. Maar buiten kwam ik opnieuw de KNRM tegen, die mij waarschuwde dat het verderop nog helemaal dicht zat. En ik dus terugkeerde. In tip 3 adviseert de KNRM om een reddingsvest te gebruiken en Ellen wilde het overigens ook graag. Ik heb de zin daarvan als solozeiler lang niet ingezien, maar ben nu om. De laatste tip gaat over overboord slaan. Als het om anderen gaat, moet je vooral zo snel mogelijk handelen. Als het om jezelf gaat, moet je vooral zorgen dat je niet van de boot valt en dus altijd 1 hand voor de boot en 1 hand voor jezelf. Dan weer verder.
in de verte Texel met de hoge berg. En dan ben ik weer in de Noever. Op een andere strekdam dan die ik gewend ben, tref ik tientallen lepelaars. Omdat de brug dicht was tussen 4 en 6 vanwege de avondspits, moest ik wachten. Ik maakte een praatje met Zeiler Korm die verderop lag. En hij bleek mijn filmpjes te waarderen en hield me ook nog met het alvast opvouwen van de Genua. En dat was het weer.